Goedenavond allemaal. Het thema van deze avond is Christen zijn in de eindtijd. En onder de omschrijving van het thema stond ook kenmerken van de laatste dagen. Als we nadenken over Christen zijn in de eindtijd, is het ook belangrijk om na te denken over wat zegt de Bijbel over de eindtijd en wat zijn de tekenen van de eindtijd? En ik zou het nog iets meer willen specificeren daarin dat ik vanavond tot jullie wil spreken over tekenen van de aanstaande wederkomst. Wat zegt de Bijbel over de wederkomst van de Heer Jezus? We hebben vanavond al gehoord van Leander uit Matthäus 24 dat Jezus ook daar, dat er ook gesproken wordt over de komst van de Zoon des Mensen. En het hele thema ook van deze conferentie: ben je klaar? Ben je gereed? Are you ready? Heeft natuurlijk alles te maken met, zijn we klaar voor de wederkomst van de Heer Jezus? En wat ik wil doen is, ik zal verschillende teksten met jullie lezen en dan van daaruit ook verschillende tekenen inderdaad van de aanstaande wederkomst met jullie behandelen, met jullie daarnaar kijken. Maar eerst wil ik even helemaal met jullie terug naar het begin. Dus ik nodig jullie uit om met mij te lezen Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Ik wil als eerste met jullie lezen Genesis 12, vers 1 tot en met 3. Genesis hoofdstuk 12, vanaf vers 1. De Heere nu zei tegen Abraham: gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En toen ging Abraham op weg zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee en Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. En dan lezen we ook in vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat is als hij dan eenmaal in dat land is aangekomen, in het land Kanaan is aangekomen. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Nou, ik wil u eigenlijk een vraag stellen. Het zou kunnen dat u hier nog nooit over heeft nagedacht. Maar waarom zegt de Heere tegen Abraham dat hij zijn familiekring en het land waar hij woont moet verlaten, dat hij moet wegtrekken uit Haran en dat hij moet gaan naar een bepaald land? Waarom zegt God tegen hem: ga naar het land dat ik je wijzen zal? En als hij dan daar is, als hij inderdaad vertrokken is, als hij die grote stap in geloof gezet heeft, dat hij alles heeft achtergelaten, dat was in die tijd nog veel moeilijker dan in onze tijd om heel ergens anders te gaan wonen. Maar als hij dat gedaan heeft en hij is daar gekomen, dan zegt de Heer tegen hem dat hij dat land aan zijn nageslacht zal geven. Als de verlossing die God aan Abraham wilde geven, als dat alleen maar te maken had met dat Abraham door het geloof gerechtvaardigd mocht worden. Dat, zoals we later ook lezen in Genesis 15, het woord van de Heer kwam tot Abraham en hij keek naar de sterren en hij geloofde de Heer en de Heer rekende hem dat tot gerechtigheid. Maar als de verlossing die God aan Abraham wilde geven, als dat alleen maar was dat Abraham door zijn geloof een vriend van God mocht worden, dat hij gerechtvaardigd mocht worden, want Paulus gebruikt dat natuurlijk ook in de Romeinenbrief als het gaat om de rechtvaardiging. Als het heil dat God aan Abraham wilde geven alleen maar te maken zou hebben met dat hij God mocht leren kennen, dat hij met God verzoend zou mogen worden, dat hij zou mogen ontdekken dat God een liefdevolle God is, die genadig is en die vergevend is, en dat God onder ons wil wonen. Als dat heil dat God aan Abraham wilde geven alleen maar geestelijk heil zou zijn, dan had hij net zo goed in Haran kunnen blijven. Ik hoop dat u begrijpt waar ik naartoe wil. Het heil dat God aan Abraham wilde geven, het werk dat God is begonnen met Abraham, de heilsgeschiedenis, heeft niet alleen maar te maken met dat Abraham een bepaald geloof kreeg en dat hij een bepaald wereldbeeld daardoor kreeg en dat hij een bepaalde manier van denken kreeg.
dat hij ideeën kreeg over God en over het leven en dat die filosofie door Abraham in de wereld gebracht zou worden en dat iedereen op die manier zou gaan denken. Het had niet alleen maar te maken met een manier van denken en met zijn geloof en met wat er in zijn hart en in zijn ziel zou gebeuren door het geloof. Nee, God begint een geschiedenis met Abraham. Hier begint de heilsgeschiedenis en dat is een ontzettend mooi woord. En God zegt tegen Abraham, er zal wat gaan gebeuren door jouw nageslacht. God zegt dat er een nageslacht zal voortkomen uit zijn eigen huwelijk, zijn huwelijk met Sara. Hij heeft nog geen kinderen, hij is al 75 jaar oud. En dan duurt het ook nog jaren, het duurt nog 25 jaar voordat uiteindelijk dat kind geboren zal worden. Maar God zegt tegen Abraham, er zal een talrijk nageslacht uit jou voortkomen. Dat gaat gebeuren in deze wereld. En ik breng je naar een land en jouw nageslacht zal in dat land wonen. Nou, dit is het begin van allerlei gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in deze wereld. Als u uw Bijbel leest, dan leest u geschiedenis. U leest over Gods daden in deze wereld. U leest over de vervulling van beloften die God heeft gegeven, die uit zijn gekomen in wat er is gebeurd in mensenlevens, zoals in het leven van Abraham. U leest over de geboorte van het kind Isaac, dat op een hele bijzondere wijze geboren is, waar Jacob uit voortgekomen is, waar Israël uit voortgekomen is. En het gaat allemaal om dat volk dat geboren gaat worden, dat volk dat in dat land leeft en aan wie God dat land heeft gegeven. En heel veel in de Bijbel, bijna alles in de Bijbel gaat over wat er in dat land is gebeurd. Het is allemaal geschiedenis. Uiteindelijk is uit Abraham, uit die lijn van de belofte, is Jezus Christus geboren die ook in dat land heeft geleefd. Die in dat land is gestorven voor onze zonden en die daar is opgewekt uit de dood. En die daar ook terug zal gaan komen in deze wereld. Maar het is allemaal geschiedenis. God heeft dingen laten gebeuren. Ons geloof, lieve mensen, is niet gebaseerd op dat bepaalde mensen ideeën hebben gekregen. Ons geloof is niet gebaseerd omdat sommige mensen een filosofie hebben bedacht of zijn gaan theologiseren of filosoferen. Omdat mensen dingen zijn gaan zeggen en anderen zijn het hun gaan nazeggen. Natuurlijk heeft God ook woorden gegeven aan mensen om die door te geven. Maar ons geloof is vooral gebaseerd op wat er in de geschiedenis van deze wereld is gebeurd. Met als climax natuurlijk dat de Zoon van God is geboren in deze wereld. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is één van ons geworden. Hij heeft op deze aardbodem gewandeld. Jezus Christus, God de Zoon van God, is in tijd en ruimte gekomen. Hij is geopenbaard op Gods tijd. Op Gods tijd werd Isaac geboren. En dat heeft heel lang geduurd, maar het gebeurde op de tijd dat God wilde dat het kind geboren zou worden. Zodat het een wonder van God zou zijn en niet uit mensen zou zijn. Het was een wonder van genade dat het kind Isaac geboren zou worden. En elke keer is op Gods tijd zijn er dingen gebeurd. In de geschiedenis van het volk Israël en in de volheid van de tijd is Jezus Christus naar deze wereld gekomen. Op Gods tijd. En op Gods tijd gaat de Heer Jezus Christus terugkomen naar deze wereld. En het is allemaal geschiedenis. En ik geloof dat het christelijk geloof ook volkomen uniek maakt. Als je de Koran leest, dat is bijna geen geschiedenis. Dat zijn ideeën, visioenen die Mohammed gehad heeft. Alhoewel hij haalt uit het Jodendom en uit het Christendom en Bijbelse figuren erbij haalt, maar wordt een hele andere draai aangegeven. Maar de boeken van de Bijbel bevatten de meest bijzondere geschiedenis natuurlijk die heeft plaatsgevonden in deze wereld. En die geschiedenis, het heilswerk, de heilsgeschiedenis is wel volbracht. Het verlossingswerk van de Heer Jezus is volbracht, maar die heilsgeschiedenis is nog niet voltooid. Die gaat nog verder. En God is nog steeds de God van de geschiedenis. En er zijn bijzondere dingen gebeurd in deze wereld. En daar lezen we over in de Bijbel. En daar is ons geloof op gebaseerd. Maar er gaan ook nog
heel bijzondere dingen gebeuren in de geschiedenis van deze wereld. En de geschiedenis is Gods geschiedenis. Zoals ze in het Engels zeggen, history is his story. En dat betekent dat de gang van zaken in deze wereld niet altijd zo zal blijven gaan zoals die nu gaat. Dat betekent dat God regeert over de geschiedenis van volkeren. Hij regeert over de machthebbers van deze wereld. Jezus Christus is de koning der koningen en de Heere der heren. En de Bijbel zegt dat uiteindelijk alle koninkrijken van deze wereld zullen worden het koninkrijk van onze God en van zijn Christus. De betekenis van Jezus Christus, de betekenis van het woord Christus, dat is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, betekent dat hij de gezalfde des Heren is, dat hij de beloofde verlosser is. En die beloofde verlosser die zou gaan komen en die zal gaan komen om koning te zijn. Om koning te zijn in deze wereld. En de Bijbel leert dat Jezus Christus gaat terugkomen in deze wereld. Wij verwachten niet de dood. De zalige hoop waartoe wij opnieuw geboren zijn. De zalige hoop van Titus hoofdstuk 2. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. En wat is dat? De verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wij als christenen en de vroege christenen uit de tijd van de eerste gemeente, als je de Bijbel leest. Christenen verwachten niet de dood. Onze toekomstverwachting is niet dat wij nu dit aardse leven hebben en dat we dit moeilijke leven meemaken wat soms echt moeilijk is en wat niet altijd makkelijk is. Maar dat we dan verlost zullen worden van ons lichaam. Of uit ons lichaam, het idee dat we dan bij de Heer in de hemel zullen zijn. Natuurlijk is dat ook zo, dat als wij sterven dat we bij de Heer zullen zijn. Maar onze werkelijke verwachting voor de toekomst is niet dat we in de hemel zullen zijn. Maar wat wij verwachten is dat Jezus Christus zal terugkomen naar deze wereld. Wij verwachten de verschijning, de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld. En er gaat een totaal andere tijd in deze wereld aanbreken dan dat er tot nu toe geweest is. De Bijbel spreekt in de profetische boeken en in het Nieuwe Testament op allerlei plaatsen daarover dat er een glorietijd op aarde gaat aanbreken. Het Koninkrijk van God gaat op aarde komen. Jezus heeft ons leren bidden voor de komst van het Koninkrijk van God. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw Koninkrijk komen. Bidden we dan voor het Koninkrijk in de hemel? Nee, uw Koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op aarde. Jezus heeft ons leren bidden dat het koninkrijk op aarde zal gaan komen. En dan zullen al die profetieën ten aanzien van de Messias, die gaan over een ongelooflijke glorietijd hier op aarde, waarin de volkeren geen oorlog meer zullen leren, waarin vrede en gerechtigheid zal heersen op aarde, waarin de koning der koningen zal heersen op aarde en er een hele andere tijd zal gaan aanbreken in deze wereld. Dat is de komst van het koninkrijk en dat is wat wij verwachten. En de vraag is of je daarvoor klaar bent. Het is heilsgeschiedenis en die geschiedenis is nog niet voltooid. Nou, ik wil een paar dingen noemen die ons erbij bepalen dat die verlossing nabij is. Wij leven in heel bijzondere tijden. Wat zijn de tekenen van zijn komst? Jezus heeft gezegd, let op de tekenen van de tijd. Wij moeten ons de vraag stellen, in welke tijd leven wij eigenlijk? Wat is God aan het doen in de wereld waarin wij nu leven? Wij kijken terug, als we de Bijbel lezen, dan kijken we terug op wat God gedaan heeft. Maar de Bijbel zegt ook van alles over de toekomst die nog gaat komen. De Bijbel is ook een profetisch boek. De Bijbel bevat ook het profetische woord, wat ons ook zegt van wat er gaat gebeuren in de toekomst. En het is een belangrijke vraag om die te stellen. Oké, wat is dan de tijd waarin wij nu leven? Wat vraagt God van ons nu in de tijd waarin wij nu leven? Het kan best zijn dat dat wat anders is als christenen die 200 jaar geleden leefden. Wij leven wel degelijk in een andere tijd dan christenen van 200 jaar geleden. En christenen van 500 jaar geleden, in de tijd van de reformatie. En christenen van veel langer geleden. En wat zijn dan
die tekenen van de tijd. Nou, ik wil een paar dingen met jullie bekijken. Laten we eerst met elkaar lezen Openbaring hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 11. Openbaring hoofdstuk 6, vers 9 tot en met 11. Is het mogelijk om een glaasje water te krijgen? En daar lezen wij in Openbaring 6, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Wat een tekst. Er wordt hier gesproken over de martelaren. Er wordt gesproken over degene die onder het altaar waren, de zielen van hen die onder het altaar waren, van hen die geslacht waren omwille van het woord van God, vers 9, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Het gaat hier om mensen die het getuigenis van Jezus gebracht hebben in deze wereld en het woord van God hebben gedeeld met anderen en die christen waren en die vermoord zijn daarom. Het gaat hier om de martelaren. De eerste martelaar was Stefanus, zo lezen wij in het boek Handelingen. Maar sindsdien zijn er velen geweest. En het frappante vind ik van deze tekst, het was me nooit zo opgevallen tot een tijdje geleden, dat hier gesproken wordt daarover als als deze mensen, als ze roepen, Heer, hoe lang is het nog voordat u gaat oordelen en gaat wreken ons bloed? Wanneer gaat u oordelen over het feit dat wij als onschuldigen vermoord zijn in de wereld? En dan zegt de Heer, dan komt er een stem. Tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. En dan wordt er gesproken over totdat het aantal van hun mededienstknechten die ook gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Hier wordt gesproken over de volheid van het aantal martelaren. De Bijbel spreekt, dankjewel. De Bijbel spreekt over de volheid van de heidenen. In Romeinen 11, daar zal ik straks op terugkomen. De Bijbel spreekt over de volheid van Israël in Romeinen 11. Maar hier wordt gesproken over de volheid van de martelaren. En wat ik ook zo treffend vind, en daarin zien we ook weer dat God regeert en dat hij de almachtige is en dat hij soeverein is, dat God gaat uiteindelijk natuurlijk hun bloed wreken, God gaat oordelen, Jezus gaat komen om te oordelen over de levenden en de doden, hij gaat ook komen om te oordelen over degene die christenen hebben vermoord. Maar dat gebeurt op zijn tijd, totdat dat aantal vol is. En daarin proeven we iets van, ja, de Heer regeert over dit alles. De Heer regeert over zijn gemeente. Hij regeert zelfs over het aantal martelaren. Hij weet wanneer dat aantal vol zal zijn. Hij beslist wanneer dat aantal vol zal zijn. Er is een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. En nu is het klaar. Nu is er genoeg bloed van de martelaren dat gevloeid heeft. Zelfs als martelaar ben je in de handen van de soevereine Heer. De Heer regeert zelfs over degenen die hun leven geven, omwille van het getuigenis van Jezus. Wist u dat er vorig jaar, in 2018, dat is wat ik begrepen heb uit de getallen die Open Doors naar buiten heeft gebracht, dat er meer dan 4.500 mensen, dat is wat we weten, wat geregistreerd is, in één jaar tijd, 4.500 mensen die gedood zijn alleen maar omdat ze Jezus Christus hebben beleden. Niet zozeer in oorlogssituaties, maar gewoon vanwege vervolging. Gewoon gevangen gezet, gemarteld en gedood. 4.500 doden, dat is bijna 400 per maand. Dat is meer dan 13 mensen per dag die in deze wereld afgelopen jaar in 2018 zijn gedood vanwege het geloof in de Heer Jezus. En het zal dit jaar niet minder zijn. Afgelopen weekend zijn we opgeschrikt. Speciaal gericht op christenen op Sri Lanka. En we leven in bizarre tijden.
En ze zeggen dat in de 20e eeuw meer mensen zijn gedood omwille van het getuigenis van Jezus, omwille van hun geloof in Jezus, dan in 19 eeuwen kerkgeschiedenis daaraan voorafgaand. Meer mensen in de 20e eeuw en in de 21e eeuw zal het nog veel meer zijn. En dat betekent dat het aantal van de martelaren hard bezig is om vol te worden. En dat laat ons zien dat we in cruciale tijden leven. En als we dan ook denken aan Matteüs 24 is ook al genoemd vanavond, is ook al uit voorgelezen. En dan staat er ook in Matteüs 24 vers 9, zij zullen u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dat is een teken van de eindtijd. In Matteüs 24 gaat het om de eindtijd. En christenen worden overgeleverd aan verdrukking en worden gedood en worden gehaat. En Jezus heeft gezegd, als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook jullie haten. Een slaaf staat niet boven zijn meester, een dienstknecht staat niet boven zijn meester. Als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook jullie haten. En het zou kunnen dat de haat en de verdrukking en de tegenstand en zelfs de misschien wel moordpartijen jegens christenen ook ons deel van de wereld niet voorbij zullen gaan. Ik denk dat als we denken aan de recente ontwikkelingen, dat het niet uitgesloten is dat de kerk in Nederland ook steeds meer onder druk zal komen te staan. Dat ook hier wij gehaat zullen worden. Feit is dat van alle godsdiensten die er zijn in de wereld, dat er geen godsdienst is waarvan zoveel mensen vervolgd worden en gevangen gezet worden en gedood worden als christenen. Veel meer dan alle mensen van alle andere godsdiensten. Er zijn ook meer christenen dan mensen van alle andere godsdiensten. Maar christenen worden van alle gelovigen in de wereld ook het meest vervolgd. Maar Jezus zegt, precies, hè, als deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. We mogen ons verblijden, want onze verlossing is nabij. Het tweede, wat ik zou willen noemen. Kijkt u met mij naar Romeinen 11. Ik heb het al even genoemd, maar ik wil het ook aan u voorlezen uit Romeinen hoofdstuk 11. Het tweede waar we over na kunnen denken als we de vraag stellen, wat zijn de tekenen van de aanstaande wederkomst? Wat gaat er gebeuren voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus? Dan is het tweede wat wij mogen zien. Paulus noemt dat in Romeinen 11 vers 25. Dat de volheid der heidenen binnengaat. En daar vinden we ook weer dat woordje tot dat. En dat bepaalt ons ook weer erbij dat God regeert en dat God een tijdpad heeft. Dat hij een tijdklok heeft met deze wereld. Ik lees even het hele vers, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Hier wordt gesproken over de volheid van de heidenen. Er is verharding over Israël gekomen. Dat is een gedeeltelijke verharding, want er zijn altijd ook Joden geweest die wel in Jezus hebben geloofd, tot op de dag van vandaag. En dat aantal trouwens neemt ook heel hard toe. Dat is trouwens ook een heel bijzondere ontwikkeling, dat is even niet een van de aparte punten die ik wilde noemen, maar ik kom er nu op dat we leven ook in heel bijzondere tijden, omdat er steeds meer Joden zijn die in Jezus gaan geloven. Ik heb afgelopen najaar heb ik begrepen van de internationaal directeur van de Christian Embassy, de christelijke ambassade in Israël, in Jeruzalem, dat in 1965 waren er in Israël 300 Joden die in Jezus geloofden. En nu zijn er meer dan 30.000 Joden in Israël die in Jezus geloven. Dat is op het geheel van de Joodse bevolking in Israël natuurlijk nog niet groot. Maar toch is het een heel bijzondere ontwikkeling. En wereldwijd zijn er nu tussen de 300.000 en de 500.000 Joden die Jezus Christus als Messias belijden. Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Want er zijn ook Joden die wel in hem geloven. En er zijn er nu steeds meer. En dat maakt ook dat we, ook wat dat betreft, in speciale tijden leven. Want wij kunnen weer veel meer praten
met Joodse mensen die vanuit hun Jood zijn ook de Bijbel beter begrijpen dan wij. Want de Bijbel is van begin tot eind een Joods boek. Ook alle boeken van het Nieuwe Testament zijn geschreven door Joodse mensen. Alleen Lucas was misschien geen Jood, maar daar is discussie over. Maar het is zo boeiend dat wij kunnen praten met Joodse voorgangers. Met Joodse rabbijnen die in Jezus geloven. Met Messias beleidende theologen die ook ons kunnen vertellen hoe we die Bijbel behoren te lezen. Maar wat ik wilde duiden, vooral vanuit Romeinen 11 vers 25, het tweede duidelijke teken van dat het einde nabij is, dat is dat de volheid van de heidenen naar binnen gaat. En hoe moeten we dat lezen? En als dat trouwens gaat gebeuren, dan gaat die verharding over Israël helemaal weggenomen worden. Dan gaat er een nationale bekering van Israël plaatsvinden. Dan gaat heel Israël behouden worden. Gaat er een generatie van Joden komen die allemaal tot geloof in Jezus zullen komen. Dat is wat Romeinen 11 heel duidelijk leert. Dat is een rode draad door Romeinen 11. Dat de natuurlijke takken weer teruggeënt zullen worden in hun edele olijf. En het begin daarvan zien we nu al gebeuren. Maar dat gaat gebeuren als de volheid der heidenen is binnengegaan. En daarmee bedoelt Paulus dat het werk van evangelisatie en zending, dat het wereldwijde werk van het prediken van het evangelie aan alle volkeren, dat die grote opdracht vervuld zal zijn. Jezus heeft die opdracht gegeven aan zijn discipelen. En er gaat een tijd komen dat God zegt, en nu is die opdracht vervuld. God heeft volk in alle steden en dorpen. Paulus die krijgt op een gegeven moment het woord van de Heer te horen, blijf in de stad waar je bent en blijf getuigen van, ik heb veel volk in deze stad. Dat zijn de uitverkorenen van de Heer. En we zingen in een van onze liederen, hij roept die allen, hij kiest de zijne uit en hij roept die allen. En alle die tot het eeuwige leven bestemd waren, kwamen tot geloof, lezen we in Handelingen. En zo gaat God door met zijn werk. En als de zijnen tot zich zijn geroepen, als hij allen tot zich heeft geroepen, en als de volkeren bereikt zijn met het evangelie, dan gaat het einde komen. Dat is ook weer hetzelfde wat we lezen in Matteüs 24. Een paar versen na het vers dat we net hebben gelezen. Vers 9 gaat over die verdrukking en dat mensen gedood zullen worden. En vers 14 zegt, dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Als het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal zijn aan alle volkeren, dan gaat Jezus terugkomen. En ook als we daarover nadenken, in welke tijd leven wij? We zijn verder dan ooit wat betreft het vervullen van de grote opdracht. Nog nooit zijn zoveel volkeren bereikt. Nog nooit hebben we de middelen gehad om zo te reizen, om zo de wereld te bereiken. En nog nooit hebben we de technische middelen gehad om door televisie en door radio en door internet alle volkeren te bereiken. Nog nooit is de Bijbel in zoveel talen vertaald en het zijn zeer bemoedigende ontwikkelingen. En nog niet zijn alle volkeren bereikt. Er zijn nog onbereikte volkeren. En de Heer Jezus is nog niet teruggekomen, dus de opdracht is nog niet vervuld. En we weten natuurlijk ook niet wanneer dat zo zal zijn. Maar we weten wel dat we er veel dichterbij zijn dan ooit. En dat er geweldige dingen gebeuren wat dit betreft. Ik zou eigenlijk ook u willen bemoedigen met dit idee. Ik was trouwens, begin maart was ik op een conferentie in Israël, in Jeruzalem. En we waren daar bij elkaar. We waren maar met 100 mensen bij elkaar. Maar we waren allemaal leiders van een organisatie met wie ik daar was. En die mensen kwamen uit meer dan 35 landen. En het is trouwens sowieso, ik ben regelmatig in Israël en het is echt zo mooi om te zien dat in Jeruzalem, in Israël, komen christenen uit de hele wereld bij elkaar. Ik was ook een keer met mijn gezin in Israël, toen liepen we over de boulevard van Tel Aviv en dan zat er een groep van iets van 150 mensen uit Papua Nieuw-Guinea. En die zaten daar op de boulevard van Tel Aviv en die zaten daar allemaal zo'n beetje bij een muurtje en ze zaten daarvoor in een groep bij elkaar en ze waren liederen aan het zingen. En ik zal u zeggen, christenen uit Papua Nieuw-Guinea die kunnen zingen, ongelooflijk, met eenvoudige instrumentjes die ze bij zich hadden en ze zagen er ook best wel traditioneel gekleed uit. En het was een prachtig schouwspel, het was schitterend om naar te kijken en om naar te luisteren. En toen waren wij daar als gezin uit Nederland
en je bent christen en je beleidt de Heer Jezus. En je ziet daar 150 mensen uit Papua-Nieuw-Guinea die uit volle borst met hun hele hart zingen over de Heer Jezus. En die hem groot maken daar in Israël. En het evangelie is uitgegaan vanuit Jeruzalem naar Judea en Samaria en tot aan de uiterste der aarde. En nu komen christenen van over de uiterste der aarde, komen allemaal naar Jeruzalem om daar ook de Heer Jezus te aanbidden. En ze komen overal vandaan, ook bij die conferentie waar ik was, uit zoveel landen. Dat is geweldig dat we dat mogen meemaken met elkaar. En dat je die eenheid in de Heer Jezus beleeft, dwars door alle culturen en alle nationaliteiten heen. En weet u, als we er goed over nadenken, dan zien we ook dat het woord van God betrouwbaar is. De woorden van Jezus zijn betrouwbaar. Want Jezus heeft, na zijn opstanding uit de dood, in de periode waar we nu, waar kerkelijk jaar in zitten, na de opstanding, voor de hemelvaart, is hij heel wat keren verschenen aan zijn discipelen. En hij heeft in die tijd ook de grote opdracht gegeven. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert en onderhoud alles wat ik u bevolen heb. En heeft ook gezegd, Handelingen 1 vers 8. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. En jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat is niet vooral een opdracht. Ik lees dat niet vooral als een opdracht, maar ik lees dat als een belofte. Sorry, als een belofte. Jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat ging er helemaal niet in bij de Joodse gelovigen. Ze dachten, Samaria. En de uiterste der aarde, de heidenwereld, de heidenvolken, die horen er toch helemaal niet bij. U bent toch de koning der Joden, u bent toch de Messias van Israël. Dus het stond hun helemaal niet aan wat Jezus daar zei. Het was ook helemaal niet waarschijnlijk dat dat zou gaan gebeuren. Trouwens, waar hebben we het over? We hebben het over 12 speciale discipelen van Jezus. Dan wordt er gesproken over een kring van 70 die hem volgden. En het grootste aantal wat we lezen is in 1 Korinthe 15. Dan lezen we over een groep van 500 mensen die er op een gegeven moment bij waren toen hij ook verscheen aan zijn opstanding uit de dood. We hebben het over misschien hooguit 500 mensen die toen zijn discipelen waren. En dan zegt Jezus, jullie zullen mijn getuigen zijn tot aan de uiterste der aarde. Nogmaals, waar hun hoofd helemaal niet naar stond. Het had natuurlijk heel makkelijk, menselijkerwijs gesproken, als je het hebt over een groepje van 500 mensen. Ik ben voorganger geweest van een gemeente van 600-700 mensen. Dat is helemaal niet zoveel. Het waren er minder dan een gemeente waar ik voorganger van ben geweest. Het idee dat zij de wereld zouden gaan bereiken, is eigenlijk een absurd idee. Het had toch kunnen uitgaan als een kaarsje. Het had toch kunnen stoppen bij die groep. Het had toch kunnen zijn dat ze bleven zitten waar ze zaten en dat het niet was gebeurd. Er had toch van alles kunnen gebeuren dat dat woord van Jezus helemaal niet uit zou zijn gekomen. Maar hier zien wij de betrouwbaarheid van het woord van de Heer Jezus. Hij heeft het beloofd. We leven nu 2000 jaar verder. En het is meer dan ooit is het werkelijkheid geworden. Meer dan ooit. En Gods werk is niet te stoppen. En hij is de God van de geschiedenis. En hij regeert niet alleen over de machthebbers van deze wereld. Hij regeert niet alleen over de volkeren van deze wereld. Hij regeert niet alleen over Israël, hij regeert ook over zijn gemeente. En hij heeft zijn geest uitgestort. En omdat op die eerste Pinksterdag de geest is uitgestort en ze kracht hebben ontvangen om zijn getuigen te zijn, zitten wij hier vanavond ook bij elkaar. En hij stort ook over ons zijn geest uit, opdat wij zijn getuigen zijn. En dat we mee mogen werken aan de grote opdracht. En de Heer Jezus die was met ontferming bewogen over de scharen. Hij zag de scharen en die mensen waren voortgejaagd en afgemat als schapen zonder herder. En hij was bewogen met ze. Jezus is niet naar deze wereld gekomen om de wereld te veroordelen. Hij is naar deze wereld gekomen om het verloren te zoeken en te redden. En hij houdt van zondaars. En hij houdt van de verlorenen. En hij houdt van mensen die vastzitten in hun ellende. En hij houdt van mensen die rebel zijn en die opstandig zijn en die God niet moeten. En hij wil ze opzoeken. Maar wij zijn zijn lichaam en hij wil ons gebruiken om een verloren wereld op te zoeken en te redden. En de velden zijn wit om te oogsten. Bid daarom de Heer van de oogst, dat hij arbeiders uitzendt in zijn oogst. Als we het hebben over de vraag, zijn we klaar voor de wederkomst van de Heer Jezus, is de vraag ook, zijn we bereid om mee te werken aan de grote opdracht? Of leven wij voor geld? Of leven wij voor onze spulletjes? Of leven wij voor een genotvol leven?
een zo fijn en prettig mogelijk leven? Of leven wij om onze eigen plannen alleen maar te volgen? Leven wij nog voor onszelf en onze eigen belangen alleen maar? Of hebben wij hart voor de zaak van Jezus Christus? Zoals Paulus in de brief aan de Filippenzen zegt over Epaphras, dat hij niet alleen aan zijn eigen belang dacht, maar ook, weet je, en dat de zaak van Jezus Christus hem aan het hart ging en dat hij zijn leven in de waagschaal had gegooid voor de zaak van Jezus Christus. Als je klaar wil zijn voor de wederkomst, leef dan niet meer voor jezelf. En leef niet meer voor je eigen dingetjes alleen maar. En voor je beperkte leven hier op aarde. Leef niet meer voor dit leven hier op aarde. Maar leef voor wat God aan het doen is in deze wereld. En dat is dat hij de volkeren wil bereiken met het evangelie. En ga meedoen. En werk mee. En bid. En als je niet wordt geroepen om te gaan, geef en ondersteun zendelingen. Want we doen het met elkaar. Ik heb hier gestaan met broeder Paul Washer. Dat was in 2008, dat is nu dus 11 jaar geleden. En in 2009. En daarna ook nog een keer. En ik kan me nog goed herinneren dat Paul Washer zei, als het gaat om zending, zijn er mensen die de put in gaan. Weet je nog? Er zijn mensen die gaan de put in. Die laten alles achter. Die gaan naar de mensen die in die duisternis zitten. Die gaan naar andere landen. Die geven hun baan in de maatschappij op. Die worden geroepen om het evangelie te gaan brengen. Om predikers te worden, om evangelisten te worden, om zendelingen te zijn, om leraars te zijn, om de kerk te dienen, om gemeenteleiders te zijn. Er is een roeping tot het woord van God. En die mensen die gaan de put in, maar ook allerlei andere bedieningen. En er zijn allerlei manieren waarop je de put in gaat om mensen die in die put zitten te bereiken. En dan zei Paul, was je anderen houden een touw vast. Want die mensen kunnen de put niet in gaan als anderen het touw niet vasthouden. En zo mogen we met elkaar die mensen bereiken. En dat is het tweede teken dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En wat is het heerlijk om te zien dat Gods woord betrouwbaar is. En dat Jezus zijn plannen volvoert. En wat is het ook heerlijk om, daar sluit ik dit punt mee af en dan gaan we naar een volgend punt. Maar weet je, wat wordt je leven eigenlijk ongelooflijk veel mooier als je niet alleen maar bezig bent met je eigen dingen. Wat krijg je eigenlijk een veel mooier en groter perspectief als je niet je eigen zaakjes alleen maar nastreeft in dit leven. En dat je alleen maar denkt aan je eigen luxe en comfort of je eigen geluk. Dat is een doodlopende weg. Wie zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Het is een doodlopende weg om alleen maar voor je eigen geluk te leven. Maar Jezus vraagt ons ons leven te verliezen. En wat wordt het leven spannender en mooier en betekenisvoller en zinvoller als je gaat leven voor wat God aan het doen is in deze wereld. Als je gaat leven voor inderdaad de zaak van Jezus Christus. En als je gaat doen wat Jezus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Leven voor de komst van het koninkrijk van God. Wat gaat komen in deze wereld. En evangelisatie en zending hoort daarbij. Leven voor de komst van het koninkrijk. Dan ben je klaar voor de wederkomst. Als de koning van het koninkrijk gaat komen. Het derde wat ik wil noemen. Ja, laat ik dat noemen. Er zijn veel meer dingen nog. Maar ik ga weer even met jullie terug naar Matteüs hoofdstuk 24. Vers 11. Ik heb nu al twee versen van Matteüs 24 aangehaald. Ik haal nog een derde vers aan van Matteüs 24 en dit keer is het vers 11. Er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. En de Bijbel leert ook dat in het einde der tijden dat er veel afval van het Bijbelse geloof zal zijn. Dat er veel dwaling ook zal zijn. Dat er valse profeten zullen opstaan. En er zal misleiding zijn in het einde der tijden. Daarom is het zo goed. Ik voel me thuis bij Stichting Heartcry. Waarom? Omdat in deze organisatie er een diep verlangen is dat het woord van God aan het woord komt. En het is zo belangrijk dat we werkelijk
geloven in het gezag van de Bijbel, in de betrouwbaarheid van de Bijbel. En dat we ook in de genoegzaamheid van de Bijbel geloven. En dat we ons onderwerpen aan het woord van God. En dat we ook de vraag stellen, wie is de Christus der Schriften? Want er worden verschillende Jezusen gepredikt, zou je kunnen zeggen. Er zijn een hoop mensen die veel over Jezus zeggen. Maar niet iedere Jezus die gepredikt wordt, is de Christus der Schriften. Is de Jezus van de Bijbel. We moeten de vraag stellen, wie is de Jezus zoals hij in de Bijbel tot ons komt? Hoe heeft Jezus zich geopenbaard? Wat heeft Jezus over zichzelf gezegd? En als we over dit punt nadenken, dan wil ik ook iets noemen. Ik ga er niet te veel over uitweiden, want er zijn natuurlijk talloze dwalingen en dwaalleraren die de kop op hebben gestoken in de loop van de geschiedenis. Maar ik wil wel iets noemen dat, denk ik, wel actueel is als het gaat om onze eigen context en om wat er gaande is in de kerk in Nederland, wellicht in het christendom, in veel delen van de westerse wereld. En ik lees iets voor. Teun van der Leer die was afgelopen zomer ook hier op de Kroesendannen, op de Reveilweek, waar ik zelf ook vaak aan meewerk. En Teun van der Leer heeft hier afgelopen zomer een Amerikaanse theoloog geciteerd. En die ging in op het mensgerichte in veel prediking vandaag de dag. Luister naar deze woorden. De theoloog uit Amerika, zijn naam is Donald Blush. Hij heeft dit gezegd. Onze spiritualiteit is meer egocentrisch dan theocentrisch. We zijn meer gericht op het cultiveren van liefdevolle ervaringen dan op het tonen van de kracht van de liefde door zelfopofferende dienst aan onze naasten. Daarmee bedoelt hij, we willen meer Gods liefde voor onszelf ervaren dan dat we bereid zijn om ons zelfopofferend in liefde in te zetten voor onze medemens. Het moderne evangelicalisme heeft zich jammer genoeg aangepast aan onze therapeutische maatschappij die persoonlijke vervulling tot het een en al van het menselijk bestaan heeft gemaakt. Blush noemt dit een eros-spiritualiteit die bestaat uit het verlangen om God en zijn zegeningen te bezitten. En die staat tegenover een kruisspiritualiteit die bestaat uit de bereidheid om God en de naaste te dienen. In dit verband neemt hij zelfs het woord evangelisch debakel in de mond. Een gecompromitteerde kerk die niet langer gebaseerd is op de heldere boodschap van de schrift, maar op het vleeselijk verlangen voor een aangenaam leven onder de zon. En dan eindigt hij met de oproep, we hebben opwekking nodig, maar ook reformatie. Een fundamentele verandering in onze prioriteiten en in ons gedrag. En het zou goed kunnen dat u dit ook herkent. Eros, spiritualiteit. Wat heb ik eraan? Ik zal wel eens even goed kijken of het mij aanstaat. Je zit als een soort toeschouwer in de kerk. Je zit als een consument in de kerkbank en in de gemeente. En je kijkt kritisch naar wat er op het podium gebeurt. En of de muziek je wel aanstaat. En of de liturgie wel is zoals je dat wilt. En of de prediking wel overeenkomt met je verwachtingen. En het moet zijn zoals jij denkt dat het moet zijn. Maar in dat alles ben je eigenlijk wel erg op jezelf gericht. En heel erg is het ook van, inderdaad, hoe kan ik God bezitten? Hoe kan ik die zegen ontvangen? Hoe kan ik zijn zegeningen meer en meer ervaren? En ik geloof dat deze mensgerichtheid en ook deze therapeutische insteek, zou je kunnen zeggen, dat die ook wel degelijk de prediking is binnengekomen op allerlei manieren. Ik zat in de week voor Pasen zat ik op de radio te luisteren naar de meditatie van een broeder, een prediker, die daar sprak over dat Jezus de vloek heeft gedragen aan het kruis. En begrijp me goed, ik heb best respect voor deze broeder en ik geloof ook dat hij best tot zegen is voor Christelijk Nederland. En ik zeg niet dat hij een dwaalleraar is, maar toch viel me wel iets op. Want hij had het over de vloek en dat Jezus de doornenkroon als een beeld van de vloek die Jezus voor ons geworden is. Want de aarde is vervloekt en brengt doornen voort, dus die doornenkroon is ook een beeld van de vloek. En dat Jezus die gedragen heeft, maar toen definieerde hij die vloek door te zeggen, kijk, mensen kunnen een vloek over je uitspreken door te zeggen, ja, jij kan niet leren. Of ik denk niet dat je dat zal gaan lukken. Of je denkt nog niet dat dat voor jou is weggelegd.
En er kunnen dingen gezegd worden over je. Er kan kritiek op je geuit worden op zo'n manier. Er kunnen uitspraken over je gedaan worden door andere mensen, waardoor je aan jezelf gaat twijfelen, waardoor je minder waardig gaat voelen, waardoor je onzeker wordt over jezelf. En zo werd die vloek uitgelegd. En dan citeerde hij Galaten, waar het staat dat Jezus voor ons tot vloek is geworden. Maar het verband dat hij legde, in die zin dat hij die vloek uitlegde als: mensen hebben jou dingen gezegd, die hebben een soort vloek over je uitgesproken, en nu zegt Jezus andere dingen over jou. Jezus zegt, je kunt het wel. Jezus zegt, je bent wel waardevol. Jezus zegt, je mag er wel zijn. En dat evangelie, dat horen we heel veel. En ik wil niet zeggen vanavond dat dat niet zo is, dat Jezus niet tegen ons zou zeggen, ik hou van je, maar de vloek van Galaten, de vloek volgens de Bijbel, is niet wat andere mensen over je gezegd hebben. Dat heeft weer heel erg te maken met dat mensgerichte, met dat mensgecentreerde. Dat is nou precies een uiting van dat mensgecentreerde evangelie. De vloek is de vloek van de wet. De vloek heeft niet te maken met wat andere mensen je hebben aangedaan. De vloek heeft ook niet vooral te maken met een probleem die je hebt in de relatie met jezelf. Dat je onzeker over jezelf bent geworden, dat je een minderwaardigheidscomplex hebt gekregen, dat je jezelf niet zo waardevol vindt, dat je jezelf misschien moeilijk kan accepteren. Dat is niet vooral de vloek waar de Bijbel over spreekt. Dat heeft allemaal met jezelf te maken. Maar de Bijbel zegt dat je niet in de eerste plaats een probleem met jezelf hebt, maar de Bijbel zegt dat je een probleem met God hebt. Dat je onder de vloek van de wet ligt. En dat betekent dat je onder het oordeel van God ligt. En dat de mens strafwaardig is. En dat God eigenlijk de zondaar zou moeten veroordelen. En dat God eigenlijk de zondaar niet het leven kan geven. En dat hij de zondaar moet wegsturen uit het paradijs. En ga zo maar door. Het is de vloek die van God komt. Het is de vloek van de wet. En die heeft Jezus gedragen. En dat is Godgericht. Jezus is gestorven niet in de eerste plaats om ons te herstellen in onze relatie met onszelf. Maar Jezus is gestorven om ons te herstellen in de relatie met God. En om ons weer te verzoenen met God. En die vloek die wij verdienen van God uit, die heeft Jezus gedragen. En daarom, als je tot geloof in Jezus komt, wat gebeurt er dan? In de eerste plaats, dan leer je God kennen. Dan mag je met God verzoend worden. Dan mag je vergeven worden door God. Dan worden al je zonden je vergeven. Want hij is voor jou tot vloek geworden. En dan komt die zegen van Abraham, die komt tot je, zodat je hersteld wordt in je relatie met God. En dat is het goede nieuws, dat je een kind van God mag worden, dat je een gezegende bent, dat je nooit meer veroordeeld zult worden door God, dat je voor tijd en eeuwigheid mag weten dat er nooit meer veroordeling voor je zal zijn, omdat Jezus in je plaats aan het kruis veroordeeld is. En dan word je zo blij met dat je God hebt leren kennen, dat God je heeft gevonden, dat God je heeft welkom geheten in zijn Zoon Jezus Christus, dat je welkom bent bij God in zijn Zoon Jezus. En wonder boven wonder is het gevolg daarvan dat je jezelf gaat vergeten en dat je minder moeite krijgt met jezelf en dat je niet meer zo inzit over je eigen tekortkomingen en dat je verlost wordt van je minderwaardigheidscomplex. Maar dat is een bijproduct. Maar het valse evangelie zegt dat Jezus vooral gekomen is en eigenlijk daarmee zegt, je bent goed, je bent prachtig, je bent schitterend. En je bent waardevol. Maar de Bijbel zegt niet dat wij goed zijn. Ja, we zijn waardevol, maar we zijn ook onwaardig. We zijn uiterst waardevol in Gods ogen. Maar Jezus stierf niet om te laten zien hoe waardevol we zijn. Jezus stierf omdat we onwaardig zijn. En dat is het Bijbelse evangelie. En ik denk dat het ook belangrijk is, heel belangrijk is in de eindtijd waarin wij leven, dat we dichtbij dat Bijbelse evangelie blijven. Bij de boodschap van zonde en genade. En Jezus prediken als de verzoener van onze zonde. Er worden zelfs boekjes uitgegeven in onze tijd in Nederland. Ik heb binnenkort een conferentie met een aantal collega's waarin we een boekje gaan bespreken, waarin ronduit de boodschap van verzoening door voldoening ontkend wordt. En dat is niet nieuw, want dat gebeurt in Amerika, gebeurde dat tientallen jaren geleden ook al. Er zijn stemmen die echt hiervoor pleiten en zeggen, die hele boodschap van verzoening door het bloed van Jezus, waardoor we met God verzoend raken, en dat het nodig was dat Jezus stierf voor onze zonde, dat verwerpen ze. Daarvan zeggen ze, dat is te hard, dat is te juridisch, dat is te weinig therapeutisch, dat is te weinig vertroostend voor de mens, maar dat is niet waar. Dit is juist vertroostend voor de mens.
En dit is de kern van het evangelie. Er wordt een evangelie zonder de betekenis van het bloed van Jezus gepredikt. Dat is echt de dwaling van de tijd waarin wij leven. Maar het is juist die kracht van het bloed van Jezus, waardoor we echt verheugd worden, waardoor we echt verblijd worden en waardoor we ons zeker weten van onze verlossing. Het laatste wat ik wil noemen, maar mijn tijd is eigenlijk al voorbij. Mag ik nog 10 minuten doorgaan? Maar hier wil ik eigenlijk uren tot u spreken over. Maar dat komt misschien een andere keer nog wel. Maar lieve mensen, wij leven in heel bijzondere tijden. Omdat er weer een land is in deze wereld dat Israël heet. En zo komt vanavond de cirkel rond. Want we zijn begonnen met het land in Genesis hoofdstuk 12. En als wij geloven dat Jezus Christus gaat terugkomen in deze wereld, dat hij niet alleen maar in de hemelse gewesten gaat terugkomen, als wij geloven dat hij gaat terugkomen naar deze wereld zoals hij van deze aarde is heen gegaan in een wolk van heerlijkheid en glorie, in de Shekina heerlijkheid van de Heer, is hij naar de hemel gegaan. De hemel is niet ergens achter de sterren of zo, de hemel is hier om ons heen. De hemel is niet een materiële wereld, maar we geloven dat Jezus Christus vanuit de hemel, vanuit zijn hemelse heerlijkheid, zal terugkeren in de materiële wereld. Hij was in de materiële wereld en hij gaat niet terugkomen in de hemelse gewesten, hij gaat terugkomen in deze wereld. Hij gaat terugkomen op aarde. Wij geloven in de wederkomst van Jezus op aarde. Dan moet je ook de vraag stellen, waar gaat hij dan terugkomen? En dan leert de Bijbel natuurlijk heel duidelijk dat hij in Jeruzalem gaat terugkomen. En als het volk van Israël niet in Israël zou wonen, dan zou hij daar niet terug kunnen komen. Als de stad Jeruzalem niet weer in Joodse handen zou zijn gekomen, dan zou hij daar niet terug kunnen komen. Maar wij leven, en nu noem ik even in 2 zinnen heel bijzondere dingen. Wij leven in de tijd dat er weer een land is dat Israël heet. Wij leven in de tijd dat het volk van de Bijbel, het volk van Israël, het nageslacht, het lijfelijke nageslacht, het natuurlijke volk van Israël, de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob, dat nageslacht wat beloofd was in Genesis hoofdstuk 12, wat leeft in deze wereld tot op de dag van vandaag, in vervulling van talloze Bijbelse profetieën, is teruggekeerd naar het land. Het land is weer Israël gaan eten. En wonder boven wonder, Jeruzalem is weer in Joodse handen gekomen. Jezus heeft gezegd in Lucas 21 vers 24, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. We hebben met elkaar gelezen in Openbaring 6, totdat de volheid van de martelaren zal zijn gekomen. We hebben met elkaar gelezen in Romeinen 11, totdat de volheid der heidenen zal zijn gekomen. En we lezen hier in Lucas hoofdstuk 21 vers 24, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Opnieuw leert ons dit dat God een tijdpad heeft met deze wereld. En een van de meest bijzondere ontwikkelingen van de moderne geschiedenis is dat voor het eerst sinds de val van Jeruzalem in 586 voor Christus, voor het eerst sinds de Babylonische ballingschap, dat wil zeggen dat het meer dan 2.500 jaar geleden is sinds dat aan de orde was, dat nu Joden het voor het zeggen hebben in de stad Jeruzalem. En Jezus heeft het geprofeteerd. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Jeruzalem zal door vreemde mogendheden bezet worden. Jeruzalem zal beheerst worden door de, in zijn tijd waren dat de Romeinen. En voor de tijd van de Romeinen waren dat de Grieken. En daarvoor waren het de Meden en de Persen. En daarvoor waren het de Babyloniërs. En na de Romeinen waren het de Byzantijnen. En toen kwamen de moslims. En toen kwamen de kruisvaarders. En toen kwamen de Mamelukken. En toen kwamen de Turken. En toen kwamen de Britten in 1918. Na de Eerste Wereldoorlog werd het Brits mandaatgebied. En in 1948 is Israël herstaan. Is Israël ontstaan in 1967. Wonder boven wonder. Nu, bijna 52 jaar geleden, is Jeruzalem, heel Jeruzalem, in zekere zin niet meer vertrapt door de heidenen. Ik vind dit ontzagwekkend. Jezus heeft het geprofeteerd. Hij heeft het hier niet over het hemels Jeruzalem.
Hij heeft het hier niet over de kerk of zoiets. Hij heeft het over het aardse Jeruzalem dat kort na zijn leven verwoest zou gaan worden. Jeruzalem zal door legers omringd worden, vers 20. En er zal een grote verwoesting plaatsvinden. Dat is gebeurd in 70 na Christus en ook nog in 135 na Christus. En de Joden hebben bijna 2000 jaar over de hele wereld gewoond. Maar wonder boven wonder, ze keren terug naar het land. En het land heet weer Israël. En dit alles is voorbode van de wederkomst van Jezus. Wij leven in heel bijzondere tijden. En daarom, zoals ik al eerder heb voorgelezen, ik moet stoppen. Maar Jezus, die heeft gezegd, kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u ziet, en u dat ziet, weet u dat de zomer nabij is. Precies de tijd waarin we nu leven. We zien alle bomen uitlopen. Ik heb zelf een vijgenboom in mijn tuin en ik zie hem nu uitlopen. En die vijgenboom is een beeld van Israël. En Jezus heeft gezegd, als je ziet dat Israël weer tot leven begint te komen, als je ziet dat Israël weer hersteld wordt, weet dan dat de zomer nabij is. En ik spreek hier veel over. Ik geloof dat het een dwaling is om te zeggen dat de kerk het geestelijke Israël geworden is. Het is een dwaling om te zeggen dat God sinds Christus dat volk is gaan vervloeken. En dat hij zijn verbonden met dat volk verbroken zou hebben. Dat hij zijn belofte aan dat volk gedaan, dat hij die niet meer in acht zou nemen. Het is een dwaling om te zeggen dat die hele landsbelofte sinds Christus niet meer zou gelden. Want Psalm 105 zegt dat God een eeuwig verbond met Israël gesloten heeft. En dat is dat hij dat land aan het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob geeft. En het is wonderlijk, wonderlijk, wonderlijk dat wij nu in een tijd leven dat die belofte weer vervuld wordt. En dat al die profetieën in vervulling gaan, dat het volk terug is gekeerd naar het land. En Jezus zegt, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Weet u wat de rabbijnen al honderden jaren lang zeggen? Joodse rabbijnen zeggen al honderden jaren lang. Er zijn drie dingen. En als die dingen gebeuren, is de verlossing nabij. Het eerste is dit. De ballingen keren terug naar het land. De Joden in de diaspora en de verstrooiing, die gaan weer in het land wonen. Dat is pas begonnen te gebeuren einde 19e eeuw. 1880, 1890 begon dat op gang te komen in de wereld waarin wij leven. Het tweede wat de Joodse rabbijnen al eeuwenlang zeggen is dit. Het land begint weer vrucht te dragen. Ik weet niet of u wel eens in Israël bent geweest, maar er is geen land in de wereld wat in zo'n korte tijd zo ongelooflijk tot bloei is gekomen als het land Israël. Letterlijk, de woestijn bloeit als een roos. Er is landbouw in de woestijn, in de Negev en bij de Dode Zee en op allerlei plaatsen. En er zijn moerassen drooggelegd in het noorden van het land en overal is akkerbouw. En het land draagt gigantisch vrucht. En Israël is een ongelooflijk productief land. Er komt heel veel technologie uit Israël. En er zijn ontzettend veel start-ups daar. En het is een bloeiende, groeiende economie. Het is een ontzettend sterk land in het Midden-Oosten. En de rabbijnen zeggen al honderden jaren, als het land weer vrucht gaat dragen, is het einde nabij. En het derde en laatste wat ik wil noemen is dit. De volkeren keren zich tegen Israël. Dat is wat de rabbijnen ook al honderden jaren zeggen op grond van Bijbelse profetieën. Als de volkeren van de aarde zich keren tegen Israël, weet dan dat het einde nabij is. En de Verenigde Naties nemen elk jaar meer dan 20 resoluties aan tegen de staat Israël. Alsof Israël een erger land zou zijn dan Syrië. Een erger land dan Noord-Korea, waar honderdduizenden mensen in strafkampen zitten. Een erger land dan Iran, dat pleit voor een genocide, dat Israël van de kaart wil vegen, dat alleen maar zegt dat ze alle Joden in de wereld willen vermoorden. Een erger land dan Soedan, waar de meest vreselijke gruwelijkheden plaatsvinden. Een erger land dan Nigeria, waar afgelopen jaar meer dan 3000 christenen zijn vermoord. En zo zou ik door kunnen gaan, alsof Israël een erger land is dan al die andere landen. De Verenigde Naties zijn voortdurend bezig om zich tegen Israël te keren. Maar de rabbijnen zeggen het al honderden jaren. Als deze drie dingen gebeuren, weet dan dat het einde nabij is. Wij leven in heel bijzondere tijden. De terugkeer van de Joden naar het land is voorbode voor de wederkomst van Jezus. Er gebeuren echt heel bijzondere dingen in deze tijd. Israël is Gods tijdsklok. Aan Israël kunnen we zien hoe ver we zijn. En als je dus de vraag stelt, wat vraagt God van ons in deze tijd? Dan is dat ook dat we aandacht hebben voor wat hij aan het doen is met zijn volk Israël.
En dat we ons bekeren van het christelijke antisemitisme. En dat we ons bekeren van de vervangingsleer. En dat we zien dat Gods woord ook ten aanzien van Israël betrouwbaar is, net zo goed als dat zijn woord ten aanzien van wereldevangelisatie en zending betrouwbaar is. Dit waren de tekenen die ik met u wilde delen. En ik weet niet hoe de Heilige Geest dit woord verder wil gebruiken. Maar ik sluit gewoon af met de vraag die ik ook al eerder gesteld heb. Dit alles, alles heeft te maken met de komst van het koninkrijk. De martelaren worden gedood omdat ze het evangelie van het koninkrijk brengen in de wereld. De volheid der heidenen gaat in. Mensen komen tot geloof omdat ze gaan geloven in Jezus die de Christus, de Messias, de komende koning is. Ze gaan geloven in Jezus omdat hij de koning van het koninkrijk is en hij predikt het goede nieuws van het koninkrijk. En er is dwaalleer die alleen maar gaat over jouw koninkrijkje en over jouw vervulling en over jouw geluk en over jouw zegeningen. Dat mensgerichte evangelie, dat heeft geen zicht op het koninkrijk. Maar het ware evangelie is dat Jezus gestorven is en kwam in nederigheid om te sterven aan het kruis als een verzoening voor onze zonden. En dat hij opgestaan is uit de dood en dat hij leeft tot in eeuwigheid en dat hij terug gaat komen in deze wereld. Hij gaat komen in heerlijkheid. En het herstel van Israël in de tijd waarin wij leven heeft alles te maken met de komst van het koninkrijk. Dus de ultieme vraag voor jou en voor mij vanavond is, zoeken wij eerst dat koninkrijk of niet? Het is één van beide. Ten diepste leef je of voor jezelf, of je leeft voor de Heer en zijn koninkrijk. Als je dat doet, ben je klaar voor de toekomst. Halleluja. Amen. Ja, laten we samen bidden. Heren, wij willen u aan het einde van deze avond, heren, als we zo uw woord hebben gelezen, uw woord hebben overdacht, als we met elkaar aan uw voeten mogen zitten, dan willen we op dit moment buigen voor u en u aanbidden en u verhogen en eren. Heer, u bent niet ons maatje. U bent niet onze dienstknecht. U bent niet degene die onze wensen moet vervullen. U bent niet degene die moet doen wat wij vinden dat er moet gebeuren. Heer, vergeef ons als we u hebben willen gebruiken. Vergeef ons als we u voor ons karretje hebben willen spannen. Maar vanavond willen wij terugkomen bij u. Heer, we willen ons opnieuw bekeren tot u. U danken voor uw sterven voor ons aan het kruis. U danken, Heer, dat u al onze zonden op u heeft genomen. Dat u de verantwoordelijkheid voor al onze zonden van ons over heeft genomen. We danken u voor het offer dat u voor ons heeft gebracht. We danken u, Heer, voor die onbeschrijfelijke en onbegrijpelijke liefde. En we aanbidden u vanavond als de opgestane Heer. Die gaat komen in deze wereld. We aanbidden u als de koning der koningen. Als de koning der Joden. Als de zoon van David. Als de koning van Israël. En we zien uit naar uw komst. Heer, verlos ons van onze afgoden. Verlos ons van te grote loyaliteiten aan andere dingen. Verlos ons, Heer, van onze beperkte, kortzichtige manier van leven. Verlos ons, Heer, van het in beslag genomen worden door dingen die het niet waard zijn om er in beslag doorgenomen te worden. En geef dat we ook in deze conferentie en in deze dagen die we met elkaar mogen meemaken, Heer, dat we weer helemaal met hart en ziel alleen voor u zullen leven. En alles opgeven voor u. En alles op het altaar leggen. En ons hele leven aan u toewijden. Ons leven verliezen voor u om het te vinden. Dank u wel, Heer, dat we daar weer mogen komen. We prijzen u dat u ons heeft opgezocht. Dat u ons heeft gevonden.
En dat u ons welkom heeft geheten en welkom heet in uw Zoon Jezus. Dat we welkom zijn bij u. Dat is alles voor ons. Heer, dat we u mogen kennen. Gebruik ons. Zegen uw volk Israël. Zegen de kerk wereldwijd. Zegen het werk van wereldevangelisatie en zending. Zegen de vervolgde kerk. Zegen de prediking van het evangelie in ons land. Dat er zuiver water mag vloeien. Dat een zuiver evangelie gepredikt zal worden. Zegen ons, opdat we tot zegen zullen zijn. En dat daardoor uw grote naam verheerlijkt zal worden. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan een lied zingen met elkaar wat aansluit bij wat we gehoord hebben. Dat is uit de oude optoonhoogte 335. Spoedig zal komen de hemelse Heer. Het is een lied wat ons oproept om daarvoor gereed te zijn. Om eerst het koninkrijk van God te zoeken. Gaat in de wereld en kondigt het aan dat mensen de tijden profetisch verstaan. Het is eigenlijk een lied wat ons echt oproept om leven in verwachting te leiden. Geen vlek of rimpel meer wanneer u komt in heerlijkheid, macht en majesteit. Op toonhoogte 335 is een lied van oproep. En daarna gaan we met elkaar nog twee aanbiddingsliederen zingen voor de koning die gaat komen. Spoedig zal komen de hemel.
blijven staan. Dat zijn die twee kanten van de boodschap van vanavond. Hè? Ik weet niet hoe u dat ervaart, een oproep om de Heer Jezus te verwachten, om ons voor te bereiden op zijn komst. De ernstige kant van de misleiding, dat derde punt wat Oscar noemde. De martelaren, dat eerste punt. En tegelijkertijd de boodschap van het evangelie die uitgaat, dat God deze wereld bereikt, dat de volken bereikt worden. Dat Israël weer op de kaart staat, dat er een land is wat Israël heeft. Dat brengt mij ook tot aanbidding, dat wij een God dienen die tegen Abraham sprak. Dit land zal ik u geven en wij zoveel eeuwen later, wij dienen dezelfde God en we zien het werkelijkheid worden. Het is niet gebaseerd op fantasieën of op ideologieën, maar het is historie wat God schrijft. En die God mogen wij dienen, dat is geweldig. En daarom stel ik voor dat we nog twee aanbiddingsliederen zingen, voordat we gaan slapen, de avond afsluiten. En het eerste is majesteit, groot is zijn majesteit. En dan staat er vanaf zijn troon vestigt de zoon zijn heerschappij. We horen dat hij spoedig zal komen, dat hij zal regeren in Jeruzalem. Dus verhoog. Maak eeuwig groot de naam van Jezus. Volk van God. Nou wij, maar we denken ook aan Israël. Kom en breng lof aan Jezus de koning. 330 op toonhoogte. Laatste lied zingen. Even wat praktische mededelingen. Van harte welkom morgenochtend bij de bidstond. Job, 6:30 en 15:15. Job zoekt even naar de tijden, ze zijn genoemd. Van harte welkom. Het zal ook echt een gebedsconferentie zijn. Dus als u in de gelegenheid bent en de Heer maakt u vroeg wakker, of je zet je wekker, hier voorin de zaal zijn de bidstonden. 6:15 is de eerste en de tweede is om 7:00. Van harte welkom. Tweede is dat er, als u vragen hebt over de boodschap, Oscar, maar ook het luisterend oor is hier vooraan en aan de zijkanten beschikbaar, dus blijf dan even zitten of kom naar voren. En als laatste,
Hebt u nog zin in een lekkere, warme snack? Die zijn buiten verkrijgbaar. Ik dacht in de Eik. Dus daar kunt u langs om nog wat lekkers te halen. En voor alle anderen wel te rusten. Ik hoop echt dat God u een heerlijke nachtrust geeft, zodat we morgen met elkaar fris de nieuwe dag kunnen beginnen. Maar niet voordat we nog één lied gezongen hebben. Laat heel de wereld het zien. Maak de volken weer blij door de kracht van zijn stem. Heuvels en dalen breek uit. Kom en juich, zing het luid. En dat gaat over het koninkrijk. De koning, liefde en recht zal hij brengen op aard. Een eeuwige heerschappij. In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. Het woord van de waarheid maakt vrij. Zullen we die nog met elkaar als slot van deze samenkomst zingen?